Welkom hier bij ons kantoor aan de Velmolenweg in Uden. Omdat mensen mij vaak vragen, wat zou nou een goede vraagprijs zijn? Hoe bepaal je dat? En wat zou de opbrengst kunnen zijn van onze woning? Ah, dan nodig ik die mensen van harte uit op ons kantoor. Waar we een schat aan informatie hebben uit de database van de Nederlandse Vereniging van Makelaars. De NVM, dat is onze branchevereniging waar we lid van zijn. Kijk, en dan kunnen we onder het genot van een kopje koffie eens even kijken naar alle informatie die ons beschikbaar staat. Hier zien we bijvoorbeeld een plaatje van GeoWeb, is ook een tool van de NVM. Hier zien we ons kantoor. Als ik de informatie daarbij zoek, dan zie ik het perceeloppervlak, de bestemming, gebruiksoppervlak en bouwjaar bijvoorbeeld. Nou ja, alles wat ik daarover wil vinden. Hier zien we de vraagzijde van de markt, voor een groot gedeelte in kaart gebracht door Funda. Funda Desk heet dit, ons account. En dan zien we dat er ruim 3000 serieuze zoekers zijn naar een koopwoning in Uden, de gemeente Uden, dus dat valt ook onder Volkel en Odiliapeel. En dat er slechts 310 objecten op dit moment beschikbaar zijn om te kopen. Dan hebben we het over appartementen, tussenwoningen, hoekwoningen, 201 kappers en vrijstaande woningen uiteraard. We kunnen zelfs nog op wijkniveau inzoomen voor het aantal serieuze zoekers en beschikbare koopwoningen. Nou, dat aantal wordt bevestigd in het uitwisselingssysteem van 330 resultaten. Uitwisselingssysteem, daar werken alle NVM-makelaars aan. Nieuwe objecten kunnen we hier invoeren en alle wijzigingen worden real-time op Funda doorgevoerd. Zo zien we zelfs de looptijd op de dag nauwkeurig, hoe lang het duurt voor een huis verkocht is. De vraagprijs, eventuele tussentijdse prijswijzigingen en uiteindelijk de transactieprijs. En natuurlijk is deze schat aan informatie belangrijk als uitgangspunt, maar daarnaast komt er nog een stukje vingerspitsengevoel bij kijken. En daar komt de ervaring van mij om de hoek kijken, want uiteraard maak ik kennis met potentiële kopers tijdens bezichtigingen in andere woningen. En dan krijg je een beetje gevoel met de marktstemming. En dat is van belang voor de juiste strategie en voor het bepalen van de juiste vraagprijs, om uiteindelijk de beste opbrengst te kunnen realiseren. Als u nu ook eens nieuwsgierig bent naar de mogelijke de kansen van uw woning voor de verkoop, neem dan contact op en dan bent u van harte welkom om hier ook eens even mee te kijken. Maar ook als u van plan bent een andere woning aan te kopen of voor de eerste keer een woning aan te kopen, ook dan is het handig om eventueel even mee te kijken hier naar alle informatie. Want dan vraagt u zich wellicht af, is die vraagprijs wel marktconform? En dan laat u zich niet gek maken door de huidige woningmarkt. U bent van harte welkom. Wanneer zitten wij hier samen? Tot ziens!